De vriendschapsband tussen de Republiek Suriname en de Republiek van China is opnieuw bevestigd. Dit gaf de Chinese ambassadeur Han Ying aan tijdens zijn vaarwelceremonie die werd georganiseerd in verband met zijn terugkeer naar China. De ambassadeur die op 1 augustus 2021 in Suriname arriveerde, gaat na een termijn van 3 jaren terug als groot officier in de ereorde van de Palm. Ambassadeur Ying spreekt zijn erkentelijkheid uit en zegt dat zijn missie is volbracht. Suriname is one of the countries in the Caribbean region with the largest Chinese diaspora and the first in the Western Hemisphere to make Chinese New Year a public holiday. I would also like to take this opportunity to share to everyone that friendly groups have been newly established both in the National People's Congress of China and National Assembly of Suriname. It is my strong belief that more benefits of the state visit will be realized. More platforms of exchange and cooperation will be built, and more outcomes benefiting people's livelihoods are on the way. De ambassadeur is ervan overtuigd dat hij een positieve bijdrage heeft geleverd aan de versterking van de betrekkingen tussen China en Suriname. Hij wees erop dat er tijdens zijn 3-jarig ambtstermijn niet alleen grote ontwikkelingsprojecten zijn uitgevoerd, maar ook veel kleine projecten die het levensonderhoud van de bevolking ten goede zijn gekomen. President Chandrika Prasad Santokhi merkte in zijn toespraak op dat Ying baanbrekend werk heeft verricht om de bilaterale relatie tussen beide landen verder te laten bloeien. De beslissing om hem te onderscheiden als groot officier in de ereorde van de Palm is passend als erkenning voor het werk dat hij verrichtte tijdens zijn diplomatiek verblijf. Vooruitkijkend naar de toekomst van Suriname zal China waarde blijven hechten aan ons land, gaf ons staatshoofd aan. Ambassador, I also appreciate that you have shared your reflections on Suriname's economic and social recovery under the leadership of my government. The measures to make the economy healthy again have not been easy, in particular on the population. Surinamese are resilient people, and I am convinced that our unity and diversity provide the necessary ingredients to achieve sustained growth and sustainable development for all. Therefore, I support the bilateral partnership with your country and with your people, and that the relation and the partnership is very crucial for our shared future and the development of our countries.